De Roef in Stadswijde wordt vernieuwd. Binnenkort beslist de gemeenteraad of het gemaakte plan goed genoeg is. Vanavond komen raadsleden, omwonenden en huurders bij elkaar om de plannen toe te lichten. Het bestuur van de Roef heeft de plannen niet alleen gemaakt. Ze hebben een bureau in de hand genomen om juist iedereen te laten meepraten over hoe de nieuwe Roef eruit moet komen te zien. Wij zijn gevraagd, samen met Ontroerend Goed, om samen met de bewoners in kaart te brengen wat de wensen zijn voor een nieuwe Roef. En dat participatietraject wat we hebben gedaan, dat is eigenlijk het startpunt om richting een ontwerp te gaan. Dus jullie zijn niet als architect gewoon aan de slag gegaan, maar eerst vragen wat willen we nou? Klopt. En daarin zijn we een ander traject dan wat je normaal ziet, van dat er een ontwerp wordt gepresenteerd. En dan mag je als bewoner op reageren. We zijn nu eerst naar de bewoners gestapt. Van ja, we willen graag iets gaan doen met de Roef. En dat wist ook iedereen wel zo'n beetje, maar niemand wist wat. En eigenlijk hebben we gevraagd van nou, wat zouden we hier kunnen doen? Wat zou waardevol zijn? Waar moeten we op letten? Welke risico's zien jullie, welke problemen, en daar hebben we een aantal avonden over gehad. Wat was het belangrijkste dat daar uitkwam vanuit de bewoners? In de eerste instantie waren er een heleboel zorgen en gaandeweg zijn die goed weggenomen. Maar het belangrijkste wat er uitkwam was vooral de zorgen over het verkeer en het parkeren in de wijk. En samen met de gemeente hebben we daar een goede oplossing voor kunnen bedenken. Door een nieuwe aansluiting te maken op de ringweg. Ik woon tegenover de Roef. Dus jij bent een buurtbewoner van de Roef? Ja, dat klopt. Ja, nou, veel dichterbij kom je niet volgens mij. Nee, dat klopt. Ik begrijp dat bij de Roef zijn er nu ook een aantal buurtbewoners zijn er vanavond. Wat voor rol hebben de buurtbewoners bij de verbouwing? Nou, eigenlijk zijn de buurtbewoners vanaf het begin af aan al betrokken. Het was duidelijk dat de Roef een enorme facelift zou krijgen. En toen is de voorzitter van de Roef is gelijk in gesprek gegaan met de buurt. We hebben een aantal avonden gehad gewoon om mee te denken over de plannen. Vanuit de zorgkant, vanuit de ontmoetingskant. Gewoon van hoe zou het gebouw eruit kunnen komen te zien. Wat vinden jullie van de omgeving? En ze hebben meegedacht over wat voor groen we belangrijk vinden, wat we vinden van het autoverkeer wat hierheen komt. En er is eigenlijk heel goed daarna geluisterd en dat zie je nu terug in de plannen. Wat is, je zegt er is heel goed naar geluisterd, waar is het meeste naar geluisterd, heb je het idee? Nou, tegenover de Roef staat bijvoorbeeld de grootste boom van de wijk en daaromheen ook een aantal mooie bomen. Die blijven allemaal staan, zodat je gewoon het groene uitzicht hier in de wijk houdt. Ook wordt er verder gekeken waar nog meer groene accenten aangebracht kunnen worden. We hebben ook goed meegedacht over het nieuwe verkeer naar de Roef en naar het kinderdagverblijf hiernaast. Want er was eerst veel sluipverkeer, nu nog steeds door de Hoefbladmeen heen. Dus we hebben voorgesteld om een knip aan te brengen en een nieuwe afslag op de Stadswei. En dat zit eigenlijk één op één in de nieuwe plannen, waardoor ook de wijk ontlast wordt. Dus er komt nu vanaf de grote weg komt er een inrit naar de Roef toe, zeg maar? Ja, eigenlijk op de plek waar de Roef nu staat, langs het gebouw van de dierenweide heen. En dan de Roef verschuift iets en dan komt tussen de Roef en de dierenweide komt een nieuwe weg. Waarom is dat zoveel prettiger voor de bewoners? Nou ja, omdat die auto's dus niet door de wijk heen rijden. Anders krijg je nog veel meer drukte op het parkeerterrein bij de Jumbo, wat al flink vol staat. Of je krijgt veel sluipverkeer voor Weideheem en de Hoeflab mee langs. En daar wonen ook gewoon heel veel gezinnen die graag ook hun kinderen buiten laten spelen. Op dit moment kom je via hier kom je richting de Roef. En wat er is gebeurd is dat er hier een knip ontstaat, zodat alleen de fietsers daar nog kunnen passeren. En dat je eigenlijk vanaf Stadswei rechtstreeks richting Roef kan komen. En die weg die zal worden gebruikt door het kinderdagverblijf voor de woningen hier en voor de Roef zelf. En daardoor voorkom je dus dat verkeer voor de Roef door de wijk zal moeten gaan. Omdat de meeste bewoners toch wel vonden dat het heel druk was en zich zorgen maakte over de verkeersveiligheid. De nieuwe Roef wordt meer dan alleen een multifunctioneel zalencentrum.
Er komt ook ruimte voor zorg en welzijn. Wat mij heel erg aanspreekt, maakt dat ik denk inderdaad dat je door het laagdrempelig karakter eigenlijk wat we neer willen zetten met elkaar, dat je ook eigenlijk de maatschappij naar je toe haalt en hulpverlening inderdaad ook heel laagdrempelig maakt. Dat het niet eng en spannend is, maar dat je soms inderdaad elkaar kan helpen door te weten van hé, maar die heeft die expertise, die heeft die expertise en ik denk dat het heel mooi is om te doen. Nou, wat ik merk in mijn dagelijkse praktijk is dat ik natuurlijk heel veel mensen zie met allerlei klachten en ik kan heel veel klachten oplossen, hè, met bijvoorbeeld oorpijn, dan geven we daar druppeltjes voor, maar ik zie ook heel veel mensen die best ingewikkelde problemen hebben waarbij de oplossing niet altijd op mijn terrein ligt, hè. En mensen komen vaak met hele grote verwachtingen van nou, de huisarts, ja, daar moet je zijn als je een probleem hebt, die kan misschien wel medicatie voorschrijven zodat het weer beter met me gaat. Maar heel vaak zitten er ook hele andere problemen achter de eigenlijke hulpvraag. Hè? Dus als mensen bijvoorbeeld rugklachten hebben, dan kan dat voortkomen uit spanningen thuis, uit financiële problemen, uit eenzaamheid. Hè? Er gaat vaak een heel verhaal achter schuil. Nou, inmiddels heb ik wel de ervaring dat ik die vraag achter de vraag eruit kan halen. Maar heel vaak heb ik dan niet de oplossing in handen. En op dit moment zit ik samen met een collega samen in een praktijk hier in de wijk. Maar dat is dan ook het enige wat er in dat gebouw is, alleen huisartsenzorg. En ik adviseer dan mensen wel eens van, goh, neem eens contact op met Zorg Dat. Hè. Ga eens naar welzijnswerk, ga eens kijken wat jou kan helpen. Mijn ervaring is dat mensen daar heel vaak niet aankomen. Dus het zou zo fijn zijn als we in één gebouw zouden samenwerken, waarbij ik zou kunnen zeggen, goh, loop even mee, we gaan even de trap af. En daar zit iemand die jou verder gaat helpen. Dus juist door samenwerking denk ik dat we mensen veel beter kunnen helpen. Nou, ik denk dat het voordeel van zo'n samenwerking is dat je elkaar kent, dat je elkaar ziet, dat je bij elkaar naar binnen kan lopen. En juist ook wel in de anonimiteit ook te sparren van hé, ik heb een cliënt, help mij eens even meedenken. Zit ik op het goede spoor, zodat dat je niet het kastje naar de muur effect gaat krijgen. En dus ook met elkaar jongeren, ouderen, gezinnen gewoon kan helpen. Maar ook wel dat het gewoon een fijne plek is waar je mag zijn en voor iedereen wel een plek is. Nu is de Roef natuurlijk bedoeld als wijkcentrum. Ja. En dat is wat meer activiteiten zou ik denken, meer mensen bij elkaar krijgen in de wijk. Verwacht u dan ook dat mensen van de Roef gaan zeggen, geloop even bij Zorg Dat binnen of bij de huisarts binnen? Of, Je bedoelt andersom. Ja, dat zal misschien wel gebeuren. Kijk, ik heb mijn patiënten staan op naam, hè, dus niet iedereen kan ook voor huisartsenzorg bij mij terecht. Maar ik denk wel dat de Roef een centrum kan worden waarvan mensen zeggen, hé, daar moet je zijn voor een lekkere bak koffie, om eventjes bij te kletsen met iemand. We doen op dit moment heel veel werkbezoeken om ideeën op te doen over, wanneer trekken mensen graag ergens naartoe. En zoals je ziet, de Roef is vrij gedateerd, vrij donker, heeft toch een bepaalde uitstraling. En wij denken dat het in deze wijk, een zogemaleerde wijk met heel veel verschillende problematiek, dat het heel goed is dat er een soort centraal punt is waarvan mensen zeggen, oh, daar moet je zijn als je even wilt ontspannen, als je mensen wil ontmoeten. Maar ook als je hulp nodig hebt. Hè? Als je denkt van, ik weet het even niet meer, ik heb klachten. Nou, dat je daar naar binnen komt en dat je ten eerste welkom wordt geheten. En dat je denkt, oh, dit is fijn, ik voel me gezien. En dat je gestimuleerd wordt om vooral ook zelf na te denken over, wat maakt mij gelukkig? Hoe kan ik me beter gaan voelen? Kan ik misschien iets voor iemand anders betekenen? Dus wij zetten niet zozeer in op gezondheid, maar veel meer op welbevinden, op zingeving, op gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daar ga je dan als huisarts ook wat meer in mee? Even gezellig samen met de cliënt een bak koffie drinken hier of valt het mee? Nou, ik weet niet of ik daar tijd voor heb. Maar door met andere professionals samen te werken, word je natuurlijk wel gestimuleerd in het nadenken over hoe kan het ook anders. En ja, ik ben ervan overtuigd als ik fijne collega's om mij heen heb, dat dat ook heel veel werkplezier kan opleveren. En dat is ook investeren. En daar zijn we op dit moment ook heel erg mee bezig. Van wat voor projecten kunnen we gaan opzetten. Daar betrekken we ook de bewoners heel erg bij. Van hè, wat willen jullie zelf? Want wij kunnen het allemaal wel in onze vergaderruimte gaan bedenken. Maar het is natuurlijk veel belangrijker om specifiek in deze wijk te kijken. Waar liggen de problemen? Waar liggen de uitdagingen? Waar hebben mensen behoefte aan? Maar ook wat hebben ze nu niet in de wijk wat ze graag zouden willen zien?
En nou, dat proberen we samen te binden. En ik denk dat... Nou ja, dat het goed is dat er allemaal verschillende partijen bij aansluiten. Ik dan vanuit zorg, maar nou ja, met iedereen samen eigenlijk. De precieze invulling van de roof komt pas als de gemeenteraad de plannen goedkeurt. Maar de architect kan wel alvast iets vertellen over de ideeën die er zijn. Het gebouw wordt 3 lagen, dus dat is een begane grond met 2 verdiepingen. Het is een getrapt gebouw, zodat aan de kant van het plein het gebouw heel laag oogt. En aan de kant van de weg, waar het wat breder en wat verder afstaat van de weg, daar is het gewoon dan 3 lagen hoog. En nou ja, daarbinnen zal gewoon heel veel gebeuren, maar wat belangrijk is dat er vooral een plek ontstaat waar veel mensen elkaar kunnen gaan ontmoeten. En van daaruit kunnen ze ook naar het zorgdeel, naar het zalencentrum. Dus er komt wel echt een ontmoetingsdeel, een buurthuis. En ja, daar is gewoon wel heel veel ruimte voor ingeruimd. Dit blok, dat wordt het gebouw. Dit zijn de trappen zoals ze nu er staan. Dat zal vast toch een heel klein beetje veranderen. En het hele idee achter de vorm is dat we hier extra ruimte maken. Omdat we niet meer op 1 verdieping alles houden en maar gaan stapelen, ontstaat er hier ruimte om een plein te maken. Want uit al die gesprekken kwam indirect ook naar boven dat als je elkaar wil ontmoeten, dat het ook leuk is om een plein te hebben waar je bijvoorbeeld een jaarmarkt, een boekenmarkt of gewoon eens wat activiteiten kan gaan organiseren. En het idee nu is dat het plein is gekoppeld aan de, ja, aan de ontmoetingsruimte die aan deze kant van de gevel komt te liggen. Zodat er een terrasje kan ontstaan, zodat de bar die we hier hebben iedereen een beetje kan voorzien van koffie, thee, even zitten. En ja, hopelijk wordt er dan een mooie plek, want dat hangt dan weer af van hoe mensen het uiteindelijk gaan gebruiken. Nou ja, wat heel interessant is dat er waren dus heel veel zorgen over die verkeersveiligheid. En we hebben het nu alleen over de auto's gehad. Maar ik denk dat de voetgangers er eigenlijk het meeste op vooruit zullen gaan. Want wat er gebeurt is dat je op 1 niveau vanaf het winkelcentrum van allebei de kanten op hetzelfde niveau richting Roef kan, richting de dierenweide. En in principe wat je nu gaat zien is van dat je als je... Je moet iedere keer oversteken. En dus je gaat naar beneden en dat is wat moeilijker voor oudere mensen. En dit is allemaal op 1 niveau. En nu moet de fiets als het ware even omhoog via de drempels, zodat ze ook wat kunnen afremmen. En op die manier kunnen voetgangers dus drempeloos, bij wijze van spreken, van het ene stuk van het plan naar het andere lopen. En dat zou in principe heel veel extra waarde hebben, met name voor mensen die wat slechter te been zijn. We lopen tegen het einde van de avond en we zijn natuurlijk benieuwd naar wat de raadsleden er eigenlijk van vinden. Ja, heel veelbelovend. Ik denk dat er hier in de Roef echt iets heel moois aan het gebeuren is. Het is meer dan alleen een wijkcentrum, maar juist ook die zorgtaak voor in de buurt. En dat kan in de wijk Stadsweide denk ik echt nog wel, dat kan de wijk goed gebruiken. Het is natuurlijk een relatief nieuwe wijk waar jong en oud wonen, heel breed opgezet. We hebben Weidem hier om de hoek liggen. Het winkelcentrum, de scholen zitten hier in de buurt. Dus ik denk dat het echt een mooi hart van de buurt kan gaan worden. Dus D66 gaat wel voorstemmen, begrijp ik? Nou ja, we moeten de plannen goed bekijken. Als er een goed plan ligt, stemmen we voor. Maar het idee erachter is fantastisch. Dat is echt, ja. Het gaat echt heel erg veranderen. Wat is het allerbelangrijkste dat waarvan jullie zeggen, nou, dit vind ik echt top? Nou, ik denk vooral dat sociale gedeelte. Ik bedoel, je kunt een buurthuis neerzetten, stapel stenen en dan ben je er. Maar daar ga je niks mee oplossen. En wat hierachter zit, en dat hebben we net ook al wel gehoord, is dat het echt weer een huis van de wijk gaat worden. Dus de mensen uit de buurt zijn heel erg nauw betrokken bij de plannen die hier zijn. Ook de verschillende zorgorganisaties die er vanavond zijn, die zijn heel dichtbij betrokken bij wat er hier gaat gebeuren. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je het van onderop doet. En niet zozeer een paar stenen neerzetten en zeggen, nou, er moet maar van alles gaan gebeuren. Maar dat de beweging er al is en dat daar dus die stenen bij komen. Maar je hebt verschillende mensen gesproken waarschijnlijk vanavond. Huurders, wijkbewoners. Wat zijn een beetje de reacties? Ja, overwegend positief. Ze hebben natuurlijk mee kunnen bepalen wat er hier gaat gebeuren. En dat is het belangrijkste. Dat je mensen op een vroeg moment meeneemt. En dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op wat er in de buurt gebeurt. Dus dat is ontzettend positief, denk ik. Ja.
Wat gaat er nu gebeuren in de gemeenteraad? We gaan zo meteen nog wat vragen stellen aan het college hierover. En dan wordt het eerste stuk wordt naar besluitvorming gebracht. En dan gaat de gemeenteraad wat van vinden. In principe ligt dan een volume vast. Dus eigenlijk de omtrek en een programma wat we moeten gaan invullen. Dus er zijn een heleboel mensen en partijen uit de buurt, waaronder de huisartsen, waaronder het zalencentrum zelf natuurlijk. En die hebben allemaal gezegd hoeveel ruimte ze nodig hebben. En nu gaan we studeren met elkaar van hoe we die omtrek van het gebouw kunnen invullen tot een plattegrond waarin iedereen een plek heeft gevonden waar hij zich prettig bij gaat voelen. En de belangrijkste doelstelling is wel dat iedereen die in het gebouw zit met elkaar zal gaan samenwerken in het kader van de positieve gezondheid. En waarin het ontmoeten, dus dat mensen elkaar hier ook echt gaan tegenkomen weer, dat wel echt centraal komt te staan. Mooi. Enig idee al hoe dat elkaar ontmoeten en dat openen dus eigenlijk eruit gaat zien? Ik heb er mijn beeld bij. De komende tijd gaan we met heel veel mensen praten wat hun beeld is. En het is zo meteen aan mij om dat dan weer te vertalen naar een ontwerp die aansluit bij de wens